gasten, Viva Bouts hier. Leuk dat jullie allemaal weer kijken naar een nieuwe aflevering van mijn zoon Bouts Junior. We gaan natuurlijk als raket, dat weten jullie waarschijnlijk wel. We staan namelijk eerste met Liverpool in de Premier League. En we zitten ook in de kwartfinale van de Champions League. Nog lang niet in de finale, maar de kwartfinale is al in ieder geval een goede stap. En we moeten tegen Sevilla in de kwartfinale. Dus hopelijk kunnen we daarvan winnen en dan kunnen we doorgaan naar de halve finale. Het zou toch wel eventjes lekker zijn als dat gaat lukken. We worden ook weer opgeroepen voor het Nederlands elftal. Maar ja, dat maakt me persoonlijk wat minder uit. Dus ik ga die wedstrijden sowieso simuleren. En in de Premier League gaan we ook als een raket. Dus kampioen worden doen we waarschijnlijk wel. Maar de Champions League winnen, dat is nog niet helemaal zeker. En aan het eind van dit seizoen hebben we ook nog een EK met het Nederlands elftal. Dus dat is ook leuk. Dus hopelijk kunnen we die dan ook gaan winnen. Ja, we gaan er in het loop van dit seizoen natuurlijk achter komen. Maar voordat we verder gaan, doe even dat duimpje omhoog. 2 of 3000 likes zou top zijn. En vergeet ook niet te abonneren en dan dat belletje te drukken. Blijf je op de hoogte van al mijn video's. En check natuurlijk bouts.nl voor je bouwzuinige kleding. Maar ik zal eerst even wat comments erbij pakken. Eerst deze comments. Deze was van Utrecht NL. Hij zei dit. Zet jezelf even op de transferlijst. Kijken welke clubs jouw zoon willen. Bouwzuinige! Vind ik een leuk idee, dus dat ga ik meteen eventjes doen. Dan gaan we even kijken wat voor clubs mijn zoon Bouts Junior eventueel willen kopen. En hoeveel ze ook bieden, want ik denk dat dat echt om miljoenen gaat. Ik heb momenteel een waarde van 200 miljoen. Dat is toch bizar? Maar dan moeten we, waar moeten we dat ook alweer instellen? Mijn acties, daar kon je instellen dat je een transferverzoek wil hebben. Dus ik heb nu een transferverzoek ingewilligd. Ik denk dat hij in eerste instantie geweigerd wordt. Maar als je het een paar keer doet, dan wordt hij na een tijdje wel toegekend. Dus hopelijk kunnen we dat aan het eind van deze aflevering voor elkaar krijgen. En dan ben ik benieuwd wat voor clubs een bod gaan uitbrengen. En hier nog een comment van Jasnurn Games. Celebration, hou L1 ingedrukt en draai dan rondjes met je rechter joystick. Ga ze door, Bouts Army! Ga ik proberen. Als ik score, ga ik die Celebration doen. Volgens mij deed je dan een salto, als ik het goed heb onthouden. Maar daar gaan we achter komen. We moeten trouwens eerst tegen Everton. En Everton staan 8e. Oh, deze wedstrijd gaan we gewoon spelen. En hopelijk kunnen we even een paar keer scoren als Bouts Junior zijnde. Oh, De Jong heeft een blessure. No! Moet hij dan, of is hij al gewisseld? Nou, dat kan je nooit echt zien. Dat is een beetje een baal. Een wedstrijdoverzicht. Staat De Jong überhaupt nog in het veld? Ja, ik heb geen idee. Nou, mij niet uit. Hij heeft in ieder geval een blessure. Dus Frenkie De Jong, die moeten we helaas de komende tijd gaan missen waarschijnlijk. Dat is wel een beetje balen. Ja, hier toe maar. Dank u wel. En dan Bouts Junior. Daar gaat hij nu in de verre hoek. En oh, dat was niet heel handig. Maar we krijgen wel een penalty. Oké. Gaat de keeper nu een rode kaart krijgen? Ik wou eigenlijk al lang schieten. Maar op de een of andere manier schoot hij niet. Maar dit is dan gewoon een rode kaart toch? Nou, blijkbaar niet. En dan mag ik niet eens zelf de penalty nemen. Dat is dan wel weer stom. Salah, dan moet je wel scoren. En hij doet dat. Oké, top. Dan heb ik toch even een soort van gescoord. Maar niet helemaal. We staan in ieder geval 1-0 voor. En dat is toch wel eventjes lekker. Ja, goed begin van deze wedstrijd. Afgezien van de blessure van Frenkie de Jong. Maar volgens mij staat hij er nog wel gewoon in. Kijk, de speler waar ik nu bij sta. Volgens mij is dat gewoon Frenkie de Jong. Dus geen idee waarom er net een blessure stekentje stond bij de Jong. Nou, hier gaan we. Bouts Junior, volgende kans. Hij schiet niet, hè? Wat is dit? Ik druk op rondje, maar hij schiet gewoon niet. Is er dan iets veranderd bij instellingen? Dat moet haast wel. Of ja, 100%. Ik druk de hele tijd op rondje, maar hij doet gewoon niks. Of moet je bij kant kiezen, moet je dat volgens mij doen. 1 toetsinstelling had ik op de een of andere manier. Jij dacht al, jongen. Ik zat de hele tijd op rondje te drukken, maar hij deed maar niks, jongen. Oké, daarom ging ik net ook net niet schieten. Dat was daardoor dus, want ik probeerde net al te schieten. Uiteindelijk kreeg ik wel een penalty. Maar kijk, nu kan ik wel gewoon schieten. Oké, gelukkig, maar het probleem is weer opgelost. Oké, Bouts Junior, mooi gedraaid, het schot. Hartstikke mooie goal, hoppatee. 2-0, heel snel gedaan. Oh ja, ik moet celebration doen. L1 en rondje draaien met de rechter joystick. Oh, nee, dat is geen salto. Oh, lol. Oh, deze is ook mooi. Ik dacht dat het een salto was, maar het is dus geen salto. Het is een mooi rondje over het veld. Dit ziet er wel een beetje apart uit. Maar wel mooi afgemaakt. Zeker, dat deed mijn zoon Bouts Junior lekker. Gewoon goed wegdraaien van de speler en in één keer in de andere hoek. Keeper totaal kansloos. Nou, het is nu rust. We staan 2-0 voor. Ja, deze wedstrijd gaat echt heel erg goed. Niks aan de hand. De opdrachten gaan goed. Bouts Junior speelt goed. En het enige wat nog mis is meer goals. Gewoon even 2-3, 4-0 winnen. Ja, we staan trouwens al 2-0 voor. Maar gewoon 3-4-0 zou nog beter zijn natuurlijk. Wat natuurlijk ook logisch is. Maar qua opdracht gaan we echt lekker. We hebben nu tot nu toe alles gehaald. Oh, Frenkie. Mooie paas. Ja, Frenkie staat er inderdaad gewoon nog in. En dan scoren we. Dan doe ik nog een keer die celebration dat we een rondje draaien over het veld. Ja.
ik vind deze wel echt heel erg mooi. Goeie celebration, wie was dat? Lasnern, die zei dat. Ik vind het mooi. Maar ook weer goed uitgespeeld hoor. Goeie assist van Frenkie en goed binnengeschoten door mijn zoon Bouw Junior. Ja, hij scoort echt alles. Oké, okay, Bouw Junior mooi afgekapt. Oh, heel veel tijd en ruimte voor de volgende. Oké, die zat bijna. Goeie redding van de keeper. Dan heeft de keeper ook een keer een redding. Is hem ook wel gegund, want hij heeft er al 3 moeten doorlaten. Maar de corner, let maar op. Deze score ik niet, want hij gaat naar een teamgenoot. En die scoort hem ook niet. Maar de rebounds zijn vaak nog gevaarlijker. Alleen krijgen we die helaas niet. Oké, Bouw Junior op de brommer. Hij is snel. En dan hier even afkappen. En dan nu geplaatst. Schot. De rebound. Assala, jongen. Hij had hem in één keer gewoon bam moeten koppen. Want de keeper lag gewoon op de grond. Dat was wel een beetje slecht om eerlijk te zijn. 3, 2, 1. En de scheidsfluit inderdaad af. We hebben gewonnen. 3-0 uiteindelijk. Bouw Junior heeft 2 keer gescoord. En een penalty veroorzaakt. Alleen die statistieken worden niet echt bijgehouden. Maar de 2 goals worden wel bijgehouden. We kunnen trouwens even kijken qua topscorerlijst hoe we er nu voor staan. Maar ik weet zeker dat we in de Premier League nog steeds eerst staan. Maar in de Champions League doe ik het niet heel goed qua goals. Ja, daar sta ik volgens mij niet eens in de top 5. Dus daar gaan we even naar kijken. Want daar ben ik wel benieuwd naar. We staan inderdaad eerste. We hebben evenveel doelpunten gescoord als wedstrijden. Son staat tweede. Maar dan moeten we natuurlijk ook eventjes kijken van de Champions League. In de EK-kwalificatie staat Junior trouwens ook eerste, dus dat is mooi. Maar in de Champions League al staan we tweede. Dat valt me nog mee. Ik dacht dat we lager stonden. Dus 1 keer scoren en dan hebben we Danilo van Ajax ingehaald. Benzema staat ook achter mij, Lewandowski ook. Wat natuurlijk logisch is, want dat zijn gewoon ziek goede spitsen. Maar Bouw Junior is beter, dus we gaan ze inhalen in de Champions League. Maar ja, dan moeten we de volgende Champions League wedstrijden natuurlijk even gaan winnen. Maar we hebben nu vriendschappelijke interlandwedstrijden. Ik ga deze gewoon simuleren, want dit boeit me echt helemaal niks, die vriendschappelijke wedstrijden. Dus het zou wel mooi zijn als we eventjes kunnen winnen. Gewoon voor het moreel van het Nederlands elftal. Voor de rest boeit het niet echt. Bouw Junior heeft nog wel gescoord. En Virgil van Dijk heeft ook nog gescoord. Prima. En ik zag dat mijn zoon Bouw Junior ook nog werd gewisseld. Dus dat is eigenlijk alleen maar beter. Want dan kan hij natuurlijk wat meer rusten voor de komende wedstrijden. En de volgende is trouwens ook een oefen in het land. Die ga ik ook simuleren. En daarna gaan we misschien weer spelen. Hangt er een beetje vanaf tegen wie we moeten trouwens. We moeten nu tegen Roemenië. Ah, deze moet ook wel gewonnen kunnen worden. Dit zou wel heel gek zijn als we deze niet gaan winnen. En we hebben verloren van Roemenië. Ah, dit is wel echt ernstig. Maar ja, het zijn oefenwedstrijden. Dus zo heel veel maakt het niet uit dat we een keertje verliezen van een Roemenië of dergelijke. Maar dan gaan we natuurlijk gewoon verder. En nu moeten we weer in de Premier League spelen. We moeten nu tegen Cardiff. Die staan 20ste. Deze gaan we ook simuleren. Kijk, die wedstrijden die echt helemaal nergens meer om gaan, die gaan we gewoon simuleren. En de echte serieuze wedstrijden, die gaan we natuurlijk wel spelen. Zoals zometeen in de Champions League. Hebben we nog gescoord als Bouw Junior zijnde? Frenkie de Jong heeft gescoord. We hebben in ieder geval 1-0 gewonnen. En dat is even belangrijk. Want die punten zijn natuurlijk wel chill meegenomen. Ook al staan we gigantisch dik eerste. Het is toch even chill om gewoon nog dikke eerste te worden. We staan zo dik eerste omdat gewoon Liverpool en Chelsea... Nee, Liverpool ben ik zelf. Omdat Chelsea City zoveel punten laten liggen. Maar laten we nu deze wedstrijd maar wel gaan spelen. Want we moeten nu tegen Sevilla. En dat is voor in de Champions League. Dus deze wedstrijd moet gewonnen worden. Helemaal omdat we thuis spelen. En ik heb geen zin om de tweede wedstrijd dan achter de feiten aan te lopen. Want stel je verliest deze, dan moet de volgende gewonnen worden. Het is gewoon chiller als je bijvoorbeeld met 2-0 voorsprong de tweede wedstrijd tegemoet gaat. Dus ik hoop echt dat deze gewonnen kan worden. Oké, Frenkie de Jong speelt gewoon weer. Dus geen idee waarom er echt een blessureteken stond bij Frenkie de Jong. Maar hij blijft gewoon spelen. Vind ik alleen maar mooi. Want dat is toch een van de beste spelers van Liverpool. Nou ja, natuurlijk is mijn zoon Bouw Junior de allerbeste. Maar Frenkie de Jong kan er ook wel wat van. Oh, daar gaat Sevilla. Eerste kans. Maar ja, we hebben natuurlijk Alisson op goal. Dus die kan natuurlijk wel wat balletjes eruit halen. Maar het is denk ik wel een spannende wedstrijd. Want Sevilla speelt niet slecht. Die bal die was... misschien er toch nog net ingevlogen. Leek net of die ernaast ging, maar misschien met effect dat hij er dan nog net in zou gaan. Dus goede redding van Alisson. Maar het, ja, dit gaat sowieso pittig worden, want echt kansen hebben wij ook nog niet gehad. Oh, hier steek maar. Ja, want Bouw Junior is supersonisch snel en dan gaat hij. Schiet maar met links. En hoppatee.
Links is niet zijn sterke been, maar hij doet het wel gewoon. Kijk, nu doen we wel een salto. L1 is dus dat rondje op de grond. L2 is zo'n salto. Ik had dat net in mijn hoofd, dat dat zeg maar de celebration was. Maar heerlijk afgemaakt door mijn zoon Bouw Junior. Goed gedaan, goed in de hoek geschoten met zijn slechte been. Geen probleem. Oké, top. We staan 1-0 voor in de eerste kwartfinale van de Champions League. En natuurlijk weer gescoord. Dus misschien dat we nu, als de rest natuurlijk niet heeft gescoord, nu zometeen topscorer staan. Gedeeld eerste dan natuurlijk. Oké, volgende kans voor Bouw Junior. Ja, dit kan misschien wat worden. Afkappen. Goed gedaan. Helemaal in de zoek gespeeld. Oké, dan kunnen we nu met Salah misschien hier een goal krijgen. Nee, dat niet. En nog één keer die bal naar voren. Nope, de scheidsfluit af. Het is dus 1-0 bij rust. In principe mogen we wel van geluk spreken. Want we hebben eigenlijk maar één echte kans gehad. En dat was de kans die ik had. Daarnaast is er echt bijna geen kans geweest. En Sevilla speelt misschien nog wel ietsje beter. Ja, het scheelt niet heel veel. Maar we staan voor en dat is het belangrijkste. En het zou helemaal mooi zijn als we nog even de 2-0 kunnen maken. Want dan beginnen we gewoon echt heel lekker aan de tweede wedstrijd. Nou, draaien. Goed gedaan. Ik had eigenlijk meteen moeten steken op. Maar nee, maar alsnog de kans. En wat een golazo. Deze was wel echt heerlijk, 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 heerlijk. Deze was echt ziek. Perfect in de hoek geschoten volgens mij. Veel beter kan je een bal niet raken. Maar dat betekent dat we 2-0 staan. En waarschijnlijk ook dat we nu wel officieel topscorer zijn van de Champions League. Check hoe heerlijk geraakt. Echt perfect in de kruising gewoon. Keeper zat er misschien nog heel lichtjes aan. Als je, ja, we gaan nu even de slow motion kijken. Oh, nou, ja, heel lichtjes misschien. Maar daardoor zit hij nog beter in de hoek. Mooie goal. Oké, top. We staan 2-0 voor. Dit gaat wel goed komen nu waarschijnlijk. De extra tijd is voorbij en de scheidsfluit ook meteen af. Oké, top. We hebben de eerste wedstrijd 2-0 gewonnen. En dat was ook precies wat ik wou. Natuurlijk, 3 of 4-0 was nog beter geweest. Maar 2-0 is waarschijnlijk al wel voldoende om door te gaan naar de halve finale. Want het lijkt me sterk dat we de uitwedstrijd meer dan 2-0 gaan verliezen. Dat kan gewoon bijna niet. Maar ja, zeg nooit nooit. Dus we moeten natuurlijk wel ons best doen. Qua schoot had Sevilla er gewoon veel meer. Die had gewoon 9 geschoten. En wij als Liverpool hadden er maar 4. En ik als Bouw Junior had ze bijna allemaal gemaakt. De München heeft trouwens ook 2-0 gewonnen. En ik moet trouwens nog even kijken of mijn transferverzoek is ingewilligd. Want ik heb daar geen berichtje volgens mij over gehad. Dus dat moeten we even checken voor de zekerheid. En anders moet ik hem opnieuw indienen. Je recente transferverzoek af te slaan. Ja, dat dacht ik al. Ik ga hem nog een keer versturen. Want volgens mij moet je hem echt soms 3 keer sturen voordat hij wordt geaccepteerd. Dus dan moet ik ze zo meteen niet vergeten om nog een keertje te checken. Maar de volgende wedstrijd is tegen West Ham United. En daarna moeten we weer tegen Sevilla. Weet je wat? Ik wil gewoon meteen weten of ik doorga naar de volgende ronde in de Champions League. Dus deze gaan we simuleren. En dan gaan we daarna wel de hele wedstrijd spelen tegen Sevilla weer. En ik wil gewoon kijken of we dan door zijn. En we hebben 3-0 gewonnen. En Bouw Junior nog met de goal. Dus in principe, dikke prima toch? Dikke prima. En dat is wel het voordeel van Liverpool. Het is gewoon een goed team. Dus af en toe kan je wel een keertje zo'n wedstrijd simuleren. Maar helemaal tegen slechte tegenstanders kan het sowieso wel. Nou valt West Ham op zich wel mee. Maar we gaan nu tegen Sevilla spelen. Tweede wedstrijd van de kwartfinale in de Champions League. En dan kunnen we kijken of we doorgaan naar de halve finale en wat mijn volgende tegenstander gaat worden. Eigenlijk moeten we gewoon even zorgen dat we snel 1 keer gaan scoren. Dan is het sowieso meteen voorbij. En Salah doet dat bijna. Ja, want als we zeg maar in totaal 3-0 voor staan, dan gaat Sevilla echt nooit meer terugkomen. 2-0 is toch wel zo'n uitslag dat het nog zou kunnen. En dan als ze 1 keer scoren, krijgen ze nog geloof. Dus dan moeten we eigenlijk zien te voorkomen door zelf eerst te scoren. Ja, dan waren we bijna, maar nog net niet. Kijk, dit soort counters zijn wel gevaarlijk. Alleen, oh nee, hij komt er niet tussen. Oké, daar gaat Sevilla. Hopelijk gaan ze nu niet scoren. En Allison, altijd weer Allison. Altijd maar weer. Oh, wat hebben we Basel met zo'n goede keeper. En dan gaat Sevilla alweer. Oh, ze gaan er echt goed door. En weer Allison. Maar oh, dit kan wel heel pittig worden deze wedstrijd nog. En deze kans gaat er ook naast. Maar ze hebben nu al 3 grote kansen gehad in nog geen 20 minuten tijd. Nou, de volgende kans. Het moet toch een keertje fout gaan. Weer Allison, de rebound. Weer Allison, de derde kans. Weer Allison. Goh, het is echt een wonder dat we nog niet 1-0 achter staan. Want de Sevilla speelt echt bizar goed. Als je dat vergelijkt met de eerste wedstrijd, dat is echt een immens groot verschil. Nou, als we het dan maar niet uit kansen kunnen krijgen, dan maar uit corners. Oh, donder, dat scheelt helemaal niks. Oké, Bouw Junior is helemaal niet zo heel groot. Maar toch wist hij deze bijna binnen te koppen. De keeper zat totaal naast. Oh, het scheelde trouwens nog meer dan dat ik dacht. Ik dacht dat hij echt net naast ging. Het was toch nog wel een meter. Maar het is bijna rust. We staan nog steeds 0-0. En dat kan je wel een klein wondertje noemen. Want ja, Sevilla had echt grote kansen. Oké, hier, dit kan hem worden. Maar nee, zeer veel ruimte dan Frenkie doet. Oh, jongen, wat een zaadschot was dat dan weer.
Ai. Oké, en het wordt nu ook afgefloten voor rust. Ja, Salah aan het begin van de wedstrijd grote kans. En nu Frenkie de Jong ook. Maar ja, daarnaast had Sevilla ook veel grote kansen. Het is in ieder geval een spannende wedstrijd. Maar zolang het gelijk blijft, is het helemaal prima. En ik zag dat Dortmund voorstond op Bayern München. En Bayern München had de vorige keer 2-0 gewonnen. Dus dat is ook een hele spannende wedstrijd. Daar kan het dus ook nog alle kanten op gaan. Maar even geconcentreerd spelen. Kijken of we nu wel de 2-0 kunnen... Of nee, de 1-0 kunnen maken. En in totaal de 3-0, zeg maar dan. Oh nee, daar gaat Sevilla weer. Gaat dit er dan wel worden? Weer Alisson de rebound. En die komt er niet. Oké. Oh, dit is echt bizar. Hij had gewoon verder door moeten lopen. Maar dat deed hij gelukkig niet. Daardoor kon Alisson nog ingrijpen. Oh, in het midden. Hier helemaal. Fabinho is dat. Maar ja, dat is niet de snelste. Dus die gaat dat nooit kunnen afmaken. Maar in ieder geval een keertje een aanval van Liverpool. Hier. Dit zou wat kunnen worden. Ah, jongen. Hij had iets meer naar achteren moeten pasen. Maar 71ste minuut nog steeds 0-0. En in principe is dat prima. Zolang die 0 blijft staan voor beide teams, dan gaan we toch door. De extra tijd zit er bijna op. En dat betekent dat we door zijn naar de halve finale. Oké, ja, de scheids gaat nu wel affluiten, inderdaad. Top! Dit is eventjes heel erg lekker. Dus dat betekent dat we in de halve finale zitten. En ik was trouwens nog vergeten om te kijken of we topscorer waren van de Champions League na de vorige wedstrijd. Dus daar gaan we ook even naar kijken. En we gaan natuurlijk kijken naar wie mijn volgende tegenstander gaat worden in de Champions League. Ik zelf als Bouw Junior zijnde heb niet heel goed gespeeld in deze wedstrijd. En oh lol... Borussia Dortmund Bayern is 2-0. Dus dat betekent dat het dan verlenging is daar zo. Want Bayern München had de eerste wedstrijd ook 2-0 gewonnen. Dus dan ben ik benieuwd. Oh, nu heb ik het geskipt. Shit, oké. Maar dan kunnen we zo meteen eventjes gaan checken. Want daar ben ik nu echt wel benieuwd naar. En de volgende aflevering moeten we trouwens ook tegen Chelsea gaan spelen. Dus dat gaat ook wel spannend worden. Maar laten we eens kijken op kalender. We moeten tegen Borussia Dortmund. Oké, dan weten we ook meteen dat die hebben gewonnen van natuurlijk Bayern München. Dus in de halve finale tegen Dortmund. En dan gaan we ook even kijken wie de andere teams zijn die door zijn gegaan. En natuurlijk naar de topscorerlijst, want daar moeten we ook nog eventjes naar kijken. Manchester City is door en Olympique Lyon is door. En wij moeten dus tegen Borussia Dortmund. Dan denk ik dat City, dat we tegen City gaan moeten. Real Madrid heeft gewoon verloren van Olympique Lyon. Dat is wel vrij bizar. En Bayern München uiteindelijk 4-0 verloren van Dortmund. Wow, yo. Misschien in de verlenging dat ze dan nog 2 keer hebben gescoord. Oké, dat is wel vrij bizar. Maar dat betekent dat we dus door zijn. En nu nog even de topscorerlijst. En daar sluiten we dan deze video mee af. Niet in de Premier League. We moeten natuurlijk in de Champions League gaan kijken. James Link, jouwer! Mijn zoonbouw junior staat eerste. 9 doelpunten in 10 wedstrijden tijd. Benzema heeft ook nog gescoord, maar die is eruit. Ja, en Bayern München is er ook uit. Alleen Dortmund is wel door. Dus in principe zijn we bijna zeker al topscorer in de Champions League. Omdat de spelers die er op de clubs die eruit liggen, die staan nu tweede, derde, vierde. Ja, Dortmund zou nog kunnen, maar die doet nu 3 goals achter. Dus ik acht de kans klein dat die nog 3 keer gaat scoren. Dus we zijn bijna zeker ook topscorer van de Champions League. Wat ook heel mooi is. Maar ik laat het erbij voor deze video. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En dan heb ik tot slot nog één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Jij vond deze video leuk, hè? Ik heb je wel door. Want ja, anders heb je ook niet gekeken tot het eind van deze video. Maar dan heb ik nog een andere leuke video voor jou. Die staat namelijk hier. Daar kan je op drukken. En dan kan je nog een leuke video van mij kijken. En druk natuurlijk op het knopje hier. Dan kan je abonneren. En blijf je op de hoogte van al mijn video's. En voor bouwzuimkleding, check natuurlijk bouws.nl. Hartstikke mooie kleding.